Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig hoge bewolking boven ons land. En dat hangt samen met een hoge drukgebied dat het weer de komende dagen bepaalt. Maar er zijn wel lage wolken aanwezig in het noorden van het land vanochtend. Maar die verdwijnen in de loop van de ochtend. En vanmiddag is het overal vrij zonnig en schiet de temperatuur omhoog naar zo'n 26 tot 28 graden. Lokaal kan het zelfs 29 graden worden. Bij niet al te veel wind vanuit het zuiden tot zuidoosten, hooguit windkracht 3. Vanavond is het helder en blijft het nog lang warm. Het wordt zo'n 22 tot 24 graden. En morgen krijgen we opnieuw een zomerdag. Het wordt zelfs tropisch op veel plaatsen, 30 tot 32 graden. Lokaal kan het zelfs 33 graden worden. Alleen in het noorden van het land is het minder warm. Er zijn soms wel wat hoge sluierbewolking, maar de zon schijnt ook volop. Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben we ook volop zomerweer. Donderdag is de heetste dag van de week met lokaal 35 graden. Vanaf vrijdag draait de wind in het westen naar het noordwesten en wordt het geleidelijk aan ietsjes minder warm. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.